daar gaat dubbel dan met Zenit. En als het paard eenmaal aan het springen is, heeft hij er plezier in. Nee, waarom zit hij hier? Ik bedoel maar, je kijkt zelfs televisie. Die lastige schuine okser. Paardrijden? Neemt je het paardrijden? Waar is YouTube gebleven? YouTube, wat is dat? En waarom beleer je zelfs paardrijden? Paardrijden is wel een klassieke, goede sport, hè. Echt waar. En dan praat jij over dat YouTube? Wat is YouTube? Je gaat toch niet zeggen dat je YouTube vergeten bent? Wat bedoelt je met dat YouTube? Maar kerel, zeg jij dat nu echt vergeten? Nona, er zit net een fout in uw zin. Hoezo, er zit een fout in mijn zin? Ik heb echt geen zin in zo van die zinspelfoutopmerkingen, hoor. Nee, Nona, dat is echt belangrijker dan je denkt. Maar hoezo is dat belangrijk? Ah wel, jij zei kerel, hè? Maar het is kerels! Mats, what the fuck doet je? Is dat niet duidelijk? Ik heb je juist geprankt en nu wil ik aan het dabben als overwinningsdankje. Mats, de dab is al lang uit. Hoe lang ben je niet meer op internet geweest? Oh, maar ik ben wel op internet geweest hoor. Ik vind het gewoon super cool om nog trends te doen die al lang uit zijn, want ik ben een fucking moe gewoon. Ah, je bent precies toch al iets meer jezelf. Zou je dan niet gewoon een video gaan uploaden? Nee, Nona, ik kan het niet. Ik ben gewoon te dom om te uploaden. Hoezo bent je te dom om te uploaden? Het begon allemaal lang, lang geleden. Ik ben dom. Wacht, en daarom upload je niet meer? Maar Nona, je snapt het niet. Kijk, dat was niet zomaar een steen, dat was Henk de steen. En het is niet alleen dat, er gebeurde nog iets anders. Kijk maar. Mats, waarom kijkt je nu naar boven? Ja, sorry hoor, ik dacht dat iets of wat sfeerbeeld opbracht. Kom aan, dat is toch, geeft een feeling. Oké, daar heb je wel gelijk in. Zoals ik al zei, er was ook een tweede factor die meespeelde. Ja, Mats, ik snap u, maar dat is echt geen reden om te stoppen met YouTube. Ik snap het, maar... Oké. Okay. Ja, misschien zijt je wel dom, maar... Iedereen vindt mij dom! Mats, zo bedoelde ik het niet. Wie of wat je zijt, je kunt altijd YouTube-video's maken. Wees je, Mats, het is bijna nieuwjaar, maak er gewoon een goed voornemen van. Begin terug te uploaden in 2017. Weet je, je hebt gelijk. Ik zal terug beginnen met YouTube. Maar op één voorwaarde, oké? En wat is die voorwaarde dan? Dat jij lekker met mij paardrijden gaat kijken. Wauw! 10 seconden. Is die tijd goed? Ja, die is goed. Ja. Ja. Oh, wat een heerlijke ronde weer, joh. Wat een makkie zit op hoe. Fantastisch hoe hij dat paard onder controle krijgt. Hij zei, laat mij maar. Hallo dames en heren, jongens en meisjes, kerels en kerelina's. Wow, die laatste moet ik erin houden. Hallo kerels en kerelina's. En welkom terug bij deze gloednieuwe video. Eindelijk in al die jaren maakte ik nooit zo'n video. Wow, Mats, we vonden hem zo super goed. Nu zoals iedere YouTuber in dit fucking universum. Ga ik mijn stijl een beetje aanpassen. Ik ben namelijk al super lang geïnteresseerd in films en films kijken en films whatever, alles wat met films te maken heeft. En daarom steek ik nu ook filmcontent in mijn content dat ik kan uploaden. Yeah, but that's not everything. Ik ga nu ook uploaden. Yeah, het is bijna nieuwjaar. Dat betekent goed voornemen nemen. En jongens, ze weten al wat mijn goed voornemen is. Beter voor school werken.
Nee, ik ga vaker uploaden. En met vaker bedoel ik, probeer ik één keer in de week. Niet iedere week gaat dat een sketch of zo zijn. Ik ga dat wel af en toe proberen te doen. Ik ga dus ook filmcontent introduceren in mijn kanaal. En de volgende keer zal ik mijn sketches scripten. Sorry voor degene die zich daaraan stoorde. Anyways, ik wil Nolan nog even bedanken voor het helpen in deze video. Niet dat ze daar echt subs van krijgt, maar toch bedankt Nolan. En dan zeg ik één ding. I'm a fool. Two.